Ja, voorzitter, de heer Erkens zei aan het begin van zijn betoog dat de VVD voor betaalbaar klimaatbeleid is. Nou ja, het tegendeel is op dit moment al het geval. Als we de plannen zo lezen, nou ja, de energiebelasting gaat omhoog, belasting op gas gaat omhoog. Als het gaat om autorijden, de BPM gaat omhoog. Biobrandstoffen worden bijgemengd, waardoor brandstoffen om op te kunnen rijden duurder worden. Dus ja, wat bedoelt de heer Erkens dan met... Ja, het moet betaalbaar zijn, want feit is dat door die torenhoge belastingen op energie mensen gedwongen worden om van het gas af te gaan en een peperdure warmtepomp aan te schaffen. En aan de andere kant worden ze met torenhoge belastingen gedwongen om elektrisch te gaan rijden, wat ze al helemaal niet kunnen betalen. Ja, Erkens. Dus wat daar is daar dan betaalbaar aan? Ja, Erkens. Nee, voor twee zaken. Er lag inderdaad een advies eerder dit jaar over welke klimaatmaatregelen genomen kunnen worden. Bijna alle maatregelen gingen over het verhogen van de kosten. Of het dan gaat over hogere energiebelastingen, vliegbelastingen, vleesbelastingen. Gaan ze door, zitten hier niet in. Er zitten een aantal kleine maatregelen in die de heer Kops noemt. Biobrandstoffen bijmengen, dat gaat in 2030 om ongeveer 2 cent. Misschien valt dat lager uit. Tuurlijk, dat merk je in de portemonnee, maar het zijn niet de grote bedragen waarvoor gevreesd werd. Dat ten eerste. Het tweede is, we zitten ook nog midden in een energiecrisis. Een heleboel van de maatregelen die genomen gaan worden, het investeren in de energievoorziening van eigen bodem, maar ook het helpen isoleren van woningen van mensen die onvoldoende geld hebben, ja, dat zorgt er ook voor dat de energierekening weer betaalbaar wordt. Heer Kops. Voorzitter, die energierekening is nog altijd voor heel veel huishoudens onbetaalbaar. En uitgerekend dit jaar is dan de belasting, de energiebelasting op gas, weer omhoog gegaan. Gemiddeld betalen huishoudens om en nabij 1,5 euro op dit moment voor een kuub gas. En daarvan is dan 59 cent energiebelasting. Hoe kan de heer Erkens dat dan in hemelsnaam betaalbaar noemen? En dat dreigt de komende jaren dus nog veel erger te gaan als we de plannen van de minister zo lezen. Ja, voorzitter, twee zaken hierop. De energieprijzen zijn nog steeds te hoog voor veel huishoudens en voor veel ondernemers in Nederland. We moeten de energiecrisis gewoon onder controle krijgen. Daar hebben we vaak een debat met elkaar over gehad. Het gaat met vullen van de gasopslagen, zorgen voor voldoende aanlevering van gas uit het buitenland, Noorwegen, Qatar, de VS de komende jaren. En investeren in de energiesoevereiniteit, waardoor we gewoon permanent lagere prijzen hebben hierin. En het tweede is ook een misverstand wat ik nu hoor bij de heer Kops. Er wordt aangegeven dat het kabinet de energiebelastingen de komende jaren verder zal verhogen. Dat klopt niet. Het kabinet heeft in een brief aangegeven dat zij in augustus een besluit maakt over hoe de energiebelasting de komende jaren uitziet. En ik heb vorige week donderdag in debat met de minister ook gevraagd, moet dat ook leiden tot extra inkomsten van de overheid? Nee, dat is niet het doel hiervan. Het moet niet gaan om een lastenverhoging. De heer Kops nogmaals, ja. De heer Erkens die zei ook, we moeten met het klimaatbeleid onafhankelijk worden van het buitenland. Dus energie opwekken in eigen land. Dat klinkt goed natuurlijk. Maar de VVD is ook groot voorstander van meer elektrisch gaan rijden. Dat staat ook in de plannen. En ja, wat is dan het geval? 68% van alle kobalt, essentieel voor de accu's van die auto's, is in handen van Congo. Dus hoezo worden we dan onafhankelijk? En als het gaat om windenergie, in een windturbine zit zo'n 12.000 kilo aan magneten. En die zijn vrijwel allemaal afkomstig uit China. Dus hoezo worden we dan op die manier onafhankelijk van het buitenland? Ja, Erkens. Ja, voorzitter, het is alsof de heer Kops mijn spreektekst kent. Want mijn volgende blokje gaat precies over hoe je de onafhankelijkheid van China gaat afbouwen. Ik zal er nu een aantal zaken over zeggen, maar ik heb te weinig tijd in het debat om er in veel detail op in te gaan. Maar het gaat inderdaad over de grondstoffen. Daar hebben we volgende week een debat over, waar de heer Kops volgens mij ook bij is. Dan zullen we ook een aantal ideeën aandragen hoe je dat vermindert. Het gaat om de producten die geproduceerd worden. Volgens mij meer dan 90% van alle zonnepanelen wereldwijd komt uit China. Ja, dat zijn zaken die de komende jaren met elkaar echt ook op een ander spoor moeten gaan zetten. Want anders, dan ben ik het met de heer Kops eens, dan maakt deze energietransitie ons minder afhankelijk misschien van Qatar, het Midden-Oosten en Rusland voor energie. En dan worden we nog afhankelijker van China. En volgens mij moeten we dat ook voorkomen met elkaar. Ja, voorzitter, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar een paar dagen geleden, of was het gisteren misschien, stond er een artikel in de Volkskrant met de titel Europese droom lijkt vervlogen. Werelddominantie op accugebied is vrijwel onhaalbaar. Oftewel, 76% is in handen van China en slechts 7% is in handen van Europa, waarvan 3/4 in handen van Zuid-Koreaanse bedrijven. En de conclusie naar het artikel van experts is gewoon van, nou ja, dat gaat gewoon niet lukken. Het is in handen van China en andere landen en dat blijft gewoon. Dus kan de heer Erkens dan toelichten, nogmaals, hoe we dan op dat vlak onafhankelijk gaan worden? Ja, Erkens.
Ja, voorzitter, volgens mij zitten er een aantal zaken in die je kan doen als Nederland en als Europa. Daar gaan we al jaren overheen. Je gaat het niet van vandaag op morgen kunnen oplossen. Het eerste wat je zou kunnen doen, ik zal er dadelijk op terugkomen, maar ik doe het nu gewoon al. Het draait om hoe je ook kijkt naar je aanbestedingen. We hebben nu 28 miljard in dit pakket aangekondigd van investeringen. Ja, je zou kunnen kijken, zou je op een bepaalde manier kunnen aanbesteden dat die industrieën meer in Nederland en Europa opgebouwd worden. Andere landen kijken erheen. De VS is er trouwens ook heel erg mee bezig. Ik vind dat Nederland en Europa daar ook in moeten kijken. Over grondstoffen hebben we net gehad. Dat gaat ook erom dat je zaken zoals mijnbouw in Europa, maar ook het hergebruik van grondstoffen die we hier hebben, daar moet je op inzetten de komende jaren. En je moet misschien nog kijken, vooral in die concurrentie ook met de VS op dit moment, voor inderdaad wie nou die industrie heeft, die maakindustrie en China. Zijn er nog zaken in Nederland die we niet doen om die bedrijven hierin te kunnen aantrekken? En een van de randvoorwaarden die zij wel vaak noemen, deze bedrijven, is zorg voor een goede energieinfrastructuur. Een vollopend stroomnet helpt er niet bij. En zorg voor betaalbare energie, waar nu ook een heleboel van deze investeringen voor klaargezet worden.